Hoi, welkom. In de vorige video's heb jij ontdekt dat je een persoonlijke grens om je heen hebt. Die persoonlijke grens heeft als functie om je positieve emotionele energie te beschermen, zodat je in elke situatie je zelfvertrouwen bewaart. En dat betekent ook dat je in je kracht kan blijven staan, ongeacht welke situatie. Echter, het kan wel eens zo zijn dat je, ondanks dat je je heel goed voelt, dat je zelfvertrouwen hebt en dat je enthousiasme hebt en dat je helemaal gevuld bent met positieve emotionele energie, plotseling je zelfvertrouwen kwijtraakt. Wanneer je in een omstandigheid komt, en soms kan je niet precies je vinger erop leggen, echter wat er gebeurt is dat je je zelfvertrouwen kwijtraakt en plotseling in de stress schiet. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, dat je je goed voelde en dat het opeens verdween. En dat je positieve emotionele energie binnenin je grens veranderde in negatieve emotionele energie. Er zijn 4 belangrijke saboteurs van je authentieke zelf. Je authentieke zelf, of je beste zelf, je grootsheid, kan gesaboteerd worden door 4 saboteurs die ik je zo direct laat zien in dit begrijpbare model. Dat betekent dat wanneer jij deze 4 saboteurs bemeestert en in je macht krijgt, dat je daardoor in elke situatie je zelfvertrouwen blijft beschermen en in je kracht kan blijven staan, ongeacht wat voor situatie dan ook. Tegelijkertijd leer je met de 4 saboteurs die ik je zo laat zien, hoe je vanuit stress terugkomt in één keer weer in je kracht. Laten we gaan kijken naar dit model. Er zijn 4 saboteurs van je authentieke zelf. Dat is namelijk boosheid, angst, schuld en schaamte. Ik hoop dat je dat goed kan lezen. Ik ga het voor je opnoemen. Boosheid wordt gecreëerd dat er dus kwetsing van buitenaf een manier vindt om binnenin je persoonlijke grens te komen. Dat betekent dat wanneer jij opgevuld bent met positieve emotionele energie en je persoonlijke grens dat blijft bewaren en blijft beschermen, maar desondanks dat kwetsing van buitenaf in je omgeving, een externe stress, een baan weet te vinden, een weg weet te vinden door je grens, binnenin je persoonlijke grens, dat je daardoor plotseling in de stress schiet, daardoor je zelfvertrouwen verliest, daardoor je niet meer je goed voelt. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik denk van wel, omdat de meeste mensen dat soort situaties kennen. Kwetsing van buitenaf, wat binnenin je persoonlijke grens komt, dat zorgt ervoor dat je in de stress schiet. Want je positieve energie die je binnenin je persoonlijke grens hebt, wordt dan, wanneer kwetsing binnen kan komen, in één keer veranderd in stress. Je ziet dan dat je hele systeem in de stress geschoten is. Een tweede reden van boosheid is dat je in een situatie bijvoorbeeld een belangrijke behoefte hebt die je niet krijgt. Stel je voor, je bent in je liefdesrelatie en je hebt behoefte aan wat affectie, liefde en aandacht. Je komt bij je partner en je partner is lauw en koeltjes en reageert niet op de manier zoals je wilt. En loopt zelfs weg en negeert je compleet. Dat kan veroorzaken dat je geïrriteerd wordt, boos wordt, misschien wel woest wordt. Dan zie je dat je op dat moment in de stress geschoten bent. Omdat het een behoefte is die je had, die je niet kreeg. In dit voorbeeld gaat het om liefde, affectie en aandacht. Dat betekent dat de tweede oorzaak van boosheid is dat er een behoefte is die niet vervuld wordt. Dat een weg heeft weten te vinden binnenin je persoonlijke grens, waar je zelfvertrouwen zit in je positieve emotionele energie. Doordat de behoefte die niet vervuld wordt een weg weet te vinden door je grens in je positieve emotionele energie, zie je dus dat al die positieve emotionele energie plotseling verandert in negatieve emotionele energie. In het geval van kwetsing of een behoefte die niet vervuld wordt, zien we dat dat de 2 belangrijkste oorzaken zijn van boosheid. Boosheid is een belangrijke vorm van emotionele stress. Boosheid, mits je er niet constructief mee omgaat, is een van de 4 saboteurs van je grootsheid of je authentieke zelf, omdat boosheid ervoor kan zorgen dat je compleet je zelfvertrouwen verliest. De 2e saboteur van je authentieke zelf is wat we angst noemen. Angst wordt veroorzaakt door 2 redenen. Er is bijvoorbeeld een ingebeeld verlies wat je hebt,
wat op je persoonlijke grens afkomt. Je persoonlijke grens heeft als functie om je positieve emotionele energie te beschermen, zodat je je goed voelt en je zelfvertrouwen bewaart in elke situatie. Echter, wanneer verlies of ingebeeld verlies dusmate een weg weet te vinden door je grens heen, dan zie je dat je positieve emotionele energie en je zelfvertrouwen plotseling en in één keer verandert in negatieve emotionele energie. Je bent, wanneer je ingebeeld verlies binnenin je hebt laten komen door wat voor reden dan ook, angstig geworden, paniekerig geworden of je zorgen aan het maken of dicht aan het klappen of je begint te vermijden. Dat komt door verlies. De tweede oorzaak gaat wanneer je een gebrek aan vertrouwen hebt of helemaal geen vertrouwen hebt ten aanzien van een situatie, dat je daardoor paniekerig bent. Wanneer je geen vertrouwen hebt, raak je gestrest. Dat betekent dat wanneer je geen goede, gezonde grenswerking hebt en dat gebrek aan vertrouwen niet buiten je kan houden, dat je daardoor in de stress schiet. Dat betekent dat al jouw positieve emotionele energie verandert in negatieve emotionele energie. In dit geval angst. Ingebeeld verlies en gebrek aan vertrouwen zijn twee belangrijke oorzaken van angst. Een andere reden van een saboteur van je authentieke zelf, wat een enorme emotionele stress is, die we in de komende video's ook naast boosheid en angst compleet gaan elimineren, is schuld. Schuld wordt veroorzaakt wanneer jij voor je gevoel een belangrijke regel of norm hebt overtreden. Bijvoorbeeld wanneer je de regel hebt dat je altijd mensen moet helpen en behulpzaam moet zijn naar anderen. En je wordt bijvoorbeeld 1 uur 's nachts gebeld door iemand die zegt van ja, wil je me helpen met mijn huis te schilderen? Dan kan het zijn dat je je schuldig voelt wanneer je nee wilt zeggen. Het kan zelfs zijn dat je zegt ja, ik kom nu naar je toe terwijl je eigenlijk niet wilt. Waardoor je in een soort conflict terechtkomt. Het is een stress, een emotionele stress, wat ervoor zorgt dat je niet je authentieke zelf kan zijn. Schuld wordt dus veroorzaakt doordat je een interne regel hebt die je breekt. Wanneer je in integriteit bent met je interne regels, dan zie je dat je ten alle tijde je goed voelt over jezelf en je niet een, tussen aanhalingstekens, fout mens voelt. Wanneer je voor je gevoel wel een interne regel overtreedt, zie je dat schuld zijn intrede doet. Omdat schuld wordt veroorzaakt door het overtreden van een norm. Op het moment dat je dat doet of voelt, zie je dat je positieve emotionele energie kwijtraakt en je zelfvertrouwen verliest. Je voelt je dan schuldig en je systeem raakt volledig in de stress. De vierde saboteur van je authentieke zelf is schaamte. Schaamte betekent dat je een regel van de organisatie hebt gebroken of hebt overtreden. Of een regel van de omgeving waar je je in bevindt. Dan krijg je vaak te horen, je zou je moeten schamen omdat je je niet hebt gehouden aan de regels. Het kan zijn dat je de regels van het gezin waar je uit voorkomt overtreedt. Of van de religie of van een organisatie of vereniging waar je bent. Schaamte betekent dat je jezelf kleiner maakt. Schaamte kan zelfs betekenen dat je jezelf fout vindt. Het verschil tussen schuld en schaamte is dat schaamte gaat over een externe norm meestal. Het overtreden van een externe norm veroorzaakt dat je je positieve emotionele energie en je zelfvertrouwen, dat je voelt dat door je persoonlijke grens beschermd wordt, in één keer overslaat, omdraait in stress. Wanneer je je schaamt, ben je niet meer je authentieke zelf. Wanneer je je schaamt, ben je in één keer in de stress geraakt. In emotionele stress geraakt. Hier zie je de 4 saboteurs van je authentieke zelf. Die we in de komende video's compleet gaan uitschakelen. Zodat wanneer je dat leert te doen, je in elke situatie in je kracht blijft staan. En je zelfvertrouwen bewaart.